Ja, de hitte weghalen. We hebben nog geen overwitte accu. Hoe weet je of je aan het filmen bent? Wat? Hoe weet je of je aan het filmen bent? Dan zie je een rood puntje. Je ziet rechts bovenin zie je een rood bolletje. Sorry. Oh, wacht. Ik ben al aan het filmen. Ja. Yo, vertel het eens. Nou, we hebben net onze eerste testdag gehad. Dus hartstikke warm. Ja? Maar blijkbaar is dit nog maar een matige dag in Australië. Maar heel super vet, we hebben ontzettend vette shots gedraaid. Dus dat is heel cool. Lekker uit de auto gehangen, we hebben met de GoPro gewerkt. Die jammer genoeg door de hitte losliet. Dus dat was wel heel erg jammer. Maar we zijn even aan het experimenteren met nieuwe dingetjes. We leren van onze foto. Oh jo. Ja, dat is jullie. En wat vind je van onze auto, nu die rijdt op de weg? Sexy. Ja, echt? Nou ja, het ziet er echt super mooi uit. En we hebben het natuurlijk al gezien in het Olympisch Stadion en RDW en dat soort dingen allemaal. Maar dit is toch. Nu is hij in zijn element, nu is hij in Australië, waar hij hoort te zijn. Dat ziet er wel echt heel vet uit. Zullen jullie straks ook al zien in de shots van het item? Heel nice. Mooi ding wat jullie gecreëerd hebben. Ja. En de filmpjes die vandaag aan het schieten zijn. Wanneer gaan jullie die, voor wat gaan jullie gebruiken? Nou, we gaan waarschijnlijk gaan wij gewoon een soort compilatie item maken van wat jullie tot nu toe hebben gedaan. Dus we gaan misschien ook een beetje materiaal gebruiken wat jullie eerder al hebben geschoten zelf. In combinatie met dit en vanavond gaan we een beetje kletsen over wat er nu toe gebeurd is. Zodat mensen gewoon weten wat er gebeurd is tussen Schiphol en nu. En dan heb ik nog een vraagje. Ja? De Belgen hebben een hele vette MTV Cribs aflevering gemaakt over een woonplek. Uh-huh. En wij wonen ook heel vet. En jij hebt een hele leuke camera. Wat vind je daarvan? Ja, het klinkt interessant, man. Een side project. Als de Belgen het al gedaan hebben, dan kunnen wij eigenlijk al niet meer. Hey, ik zal het vanavond wel laten zien. Vanavond kan het niet, maar het is echt extreem vet. Oké, is goed. Nou, als Nuon ons eventjes een Steadicam rig geeft, dan kunnen wij echt... Ah, met deze kan het ook hoor, je kan hem een beetje zo doen. Ja, ja, dat is waar. Oh, yo. Steadicam is ook goed. Vette shit. Ik zal wat van de... Vieren. Oh, hebben we een nieuwe lid van het film? Ja, ja, het is de making-of van de making-of. De making-of van de making-of. Peter Meckels zal blij zijn. Kennen jullie de film Exit to the Gift Shop? Zeker, natuurlijk. Dat is eigenlijk ook een making-of van de making-of. Ja, klopt. Het is echt een briljante film. Maar dat kwam omdat Mr. Brainwash zelf een super slechte filmmaker was. Maar ik denk niet dat het nu ons zo'n team leuk vindt als wij er nu naar gaan taggen. Maar misschien wel. Nou, maar dat zijn gewoon naar nader het voegen. Oké, boys, ik heb weer terug. Yo. Yo. Nee, maar. Hij is wel vet. Ja. Het is weer tijd. Ik kan het werk gaan. Dat gebeuren. Succes! Ik zit een beetje afgelopen. Hopelijk een focus. Ik heb ook één keer gehad. Het is wel een grappige auto, hè? Heb je een frontshirtje gemaakt? Maak maar snel. Van Javier dat hij zegt dat het een Beetle en de Jaguar. En Jaguar is natuurlijk mooier, maar de Beetle is zo'n fijn. Ja, maar dat is ook met z'n tweeën inzetten, dat vind ik nog wel het meest bijzonder. So you were worried about the driver being lonely? What? You were worried about the driver being lonely? Yeah, it was a little worried. Just gonna make a quick shot. Oh, I don't